Hallo iedereen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit is een nieuwe F1 2015 carrière mode met Sebastian Vettel. We zijn hier voor de allerlaatste ronde in Abu Dhabi, aflevering 19, ronde 19, de laatste aflevering. Terwijl hier Valtteri Bottas zien, die even naar ons zwaait. Maar we zijn hier voor de allerlaatste ronde. Het is een hele bijzondere race, zoals ik al heb aangekondigd. Want we beginnen in daglicht en eindigen in het pikdonker. Maar ik zet hem even op pauze. Waarom? Omdat ik eventjes wat wil vertellen. Omdat het de laatste race is. Dit seizoen is mij best wel erg tegengevallen. Waarom? Omdat ik het voor mezelf veel te makkelijk heb gemaakt. En daar bedoel ik dus mee. Bijvoorbeeld als je naar de Supercup kijkt. Ik weet niet of jullie daar naar kijken. Maar in de Supercup race ik zonder braking assist. Dus die staat uit. En bijvoorbeeld, en ik oefen ook voor de Supercup om een goed resultaat te halen in de race. Dus dan oefen ik zonder assist, zonder braking assist. En dan, als ik dan weer een career mode opneem tussendoor, rij ik weer met braking assist. Dus dat hindert elkaar een beetje. En ja, ik heb heel veel assisten aangedaan en daarom win ik ook zoveel. En dat vind ik eigenlijk super jammer. En omdat ik dacht van ja, er ontbreekt soms nog wel eens wat leuke actie in deze race, ga ik het volgende doen. Ik ga retire from session doen. Dat betekent dat de kwalificatie voorbij is en dat wij, zoals jullie kunnen zien, Sebastian Vettel vanaf de laatste plaats gaat starten. Er staat een DNF achter mijn naam. Do not finish betekent dat. En dat is dus ook precies wat ik van plan ben. Dus we gaan meteen naar de race. Je kan het als een soort van last the first challenge zien. Ik heb op deze baan een last the first challenge gedaan. De laatste zelfs. Die hebben we gewonnen. Maar gewoon om in deze laatste aflevering nog wat actie in de tent te gooien, heb ik van tevoren bedacht om vanaf de laatste plaats te starten. En hier zijn we dan, Championship Season, Round 19 Race. Er staat nergens dat we in Abu Dhabi zijn, maar neem maar van mij aan dat het zo is. Dus ja jongens, de allerlaatste race. We zijn hier op de grid. De strategie is als volgt. We beginnen op de option tire. Er kunnen super soft gebruikt worden in dit weekend. Dus dat is ook precies wat wij gaan doen. P20 staat er op bestuurtje. En ik denk dat we klaar zijn om de laatste race van dit kampioenschap te beslissen. En daarna kan ik bezig zijn met F1 2016. Dat uitkomt op 19 augustus. En dat wordt sowieso een van de leukste games die ik ooit in mijn leven heb gespeeld. Voordat we deze race gaan starten, voordat ik op het kruisje druk waar het start race is, ik heb nog super, super, super goed nieuws aan het eind van deze aflevering. Dus klik absoluut niet weg als je dat goede nieuws niet wil missen. Gewoon om jullie benieuwd te maken. Maar eindelijk, we zijn ready. Voor de laatste keer zeg ik 3 rode lichten, 4 rode lichten en nu 5 rode lichten. En we zijn voor de laatste keer onderweg. Hebben we een goede start vanaf de laatste plaats? Dat hebben we zeker. Wat kunnen we doen in bocht nummer 1? Komen aan. Gewoon een clean start. Oh, Max Verstappen. Wat was dat nou? Oké, dat was echt heel raar. Wat kunnen we doen in de volgende paar bochten? Remmen, remmen, remmen. Wow, Ericsson. Kunnen we hier een divebomb maken? Ja, dat kunnen we. Netjes. Oh, Ericsson verloor de auto een beetje. Ik zorg dat hij niet in mijn slipstream komt. Nee, dat komt hij niet. Dus dat wordt super leuk. Dus nu is het dag en we eindigen in avond. Dus als het helemaal donker is. En dat in 14 rondjes. Dus in ieder geval de volgende is Pastor Maldonado. De crashkoning zoals die genoemd wordt. Een divebomb in deze bocht. Waarom niet joh? Waarom niet? Get in. Volgende is Grosjean. Oh, een cheeky movie.
een movie. Dat bedoel ik niet. Een cheeky move op Romain Grosjean. Volgende is Sergio Perez. En Hamilton met de snelste race ronde, maar dat is logisch. Oh, Perez gaat langzaam. Het wordt een buitenkantje. In de volgende bocht wordt dan een binnenkantje. We remmen te laat. Oh, dat remmen we niet. Want dat komt omdat de braking system aanstaat. Als die uitstond, was ik overduidelijk. Had ik uiteraard de bocht niet gehaald. Maar omdat braking system aanstaat, haal ik de bocht wel. In de Supercup was ik de lul geweest. Als om het zo maar te zeggen. Maar gelukkig nu niet. In ieder geval, Perez, kom op ons terug. Zit aan onze zijkant. Dus we moeten ruimte laten voor de Mexicaan. Die vorige, of de, niet de vorige race, maar die race daarvoor zijn thuisrace had. In ieder geval, het gaat lekker op P7. Volgende is Kvyat. Rosberg met een 42-2. Wat doen wij? 42-3. Maar een tiende van de snelste raceronde. Oké, dat is goed. Ook Kvyat gaat langzaam. Hoe? Een dubbele divebomb. Waarom niet? Op P6. Volgende is Bottas. Waar we nu recht achter zitten. We gaan DRS krijgen. En we gaan een slipstream krijgen. We hebben een ridge mix. We zitten ver onder ons view target. Dus daar moeten we ook op letten. We openen de DRS. We hebben de slipstream van Massa. We lopen er naartoe. En we remmen hem heel mooi uit. Op P4 inmiddels al. En dat al in rondje 3. Volgende is Kimi Räikkönen. Boom, snelste raceronde. Dat, zo doe je dat. 1.41.2. Dat is best wel snel voor Abu Dhabi hier. Dat best wel een lang circuit is. Maar ik zie jullie bij Räikkönen. En we zijn aangesloten bij Lewis Hamilton. We zitten in Ridge Mix. We krijgen als het goed is DRS voor het eerst op hem. Boom, dat hebben we. En met teamgenoot Räikkönen gaat een move maken voor de leiding. Gaat dat hem lukken? Nee. Maar wij kunnen ook niet geen move maken omdat Hamilton ook DRS is. Dus even een goede exit pakken. Ridge Mix weer aan. DRS open. Maar ja, Hamilton heeft ook de slipstream. Dus ja, dat schiet ook niet echt op. Oh, Hamilton gaat een move maken. Oh. Oké, dat was een beetje te enthousiast. We zijn nu weer aangesloten. Het is op dit moment Ferrari, Mercedes, Ferrari. We staan uit mijn hoofd 8 punten achter op het constructeurs op Mercedes. Dus een 1-2'tje is cruciaal aan de binnenkant. Bij Lewis. Lewis gaat wijd. Hij zit nog aan onze binnenkant. En nu zijn we er voorbij. Op P3. Volgende is Rosberg. En een move aan de binnenkant bij. Oh, we zitten in 1. Dat was niet de bedoeling. Rosberg zit er nog. En nu zit hij er niet meer. Op P2. Maar Rosberg komt nog terug. Dus niet te vroeg juichen. Daar komt Rosberg met DRS. Hamilton zit in de slipstream. Oh, Hamilton zit in de slipstream. Oh. Rosberg wil een aanval doen. Maar lukt het niet. Wij blokkeren. Het is weer een Ferrari 1-2. Op P2. De volgende is ons teamgenoot Kimi Räikkönen. De twee Mercedes'en side by side. Rosberg en Hamilton. Allebei met DRS open. Komen flink dichterbij aan mij. Maar ze zitten te ver weg. Ik zie jullie bij Räikkönen. En we zitten recht achter Räikkönen. We gaan ons prepareren voor een goede exit. Komt Räikkönen binnen dit rondje is de vraag. Komt Räikkönen binnen? Ja, Räikkönen komt binnen. Dan moeten wij buiten blijven. Want als wij nu ook binnenkomen, dan zijn we vast in de pitstraat achter Räikkönen. Dat is het laatste wat je wilt. Dus we zetten hem in zijn ridge. Ik ga pushen deze outlap. Ja, outlap. En kijk, als ik mijn pitstop maak, of ik dan nog voor Räikkönen terugkom. Dus ik ga me even concentreren voor deze ronde. Dan zie ik jullie bij de pitstops. En we komen binnen. Nice and easy. En we zijn binnen. Voor onze stop komen we nog aan de leiding terug. Rosberg is met ons mee. Dat is logisch. En we zijn binnen.
En weer buiten. 2,4, dat is een goede stop. Kijk op de minimap. Dat gele stipje, dat is Räikkönen. Dat gele stipje is Räikkönen. En we zijn buiten. Lijkt erop dat we aan de leiding rejoinen. En dat is zo. Huppatee, aan de leiding. Het scheelt niet veel, want daar is Kimi. Maar we hebben de leiding in de grote prijs van Abu Dhabi. Zo makkelijk gaat het. In 8 rondjes tijd vanaf de laatste plaats naar 1. Dat is gewoon niet realistisch. Ik heb het voor mezelf te makkelijk gemaakt. En daarom gebeurt dit zo. Dus dat is heel teleurstellend. Maar in F1 2016, mijn career mode, ga ik met veel minder assisten rijden. Dus ja. Maar ik ga even pushen en dan zie ik jullie zo. Gat naar Räikkönen is 1,5 seconden. Het lijkt gewoon weer een makkelijke race te gaan worden. En hopelijk een Ferrari 1-2. Als de zon langzaam ondergaat in Abu Dhabi. Het begint al wat donkerder te worden. De zon begint achter de grandstands. En met de grandstands bedoel ik de tribunes. Dit is het stadium section. Kijk eens daarnaast. Wat een tribunes er achter me staan. Daar is Kimi Räikkönen. Dus het gaat goed. Als de zon zojuist onder is. In Abu Dhabi gaat het dadelijk nog pikdonker worden in 2 rondjes tijd. En de laatste 3 rondjes van dit kampioenschap zijn ingegaan. En dan zit het er bijna op, jongens. 19 races lang. 19 afleveringen van deze serie waarvan ik meer had verwacht. Ik heb er heel lang positief over gekeken. Ik heb er heel lang plezier in gehad. Maar ik ben er klaar mee. Ik ben toe aan het nieuws. En dat nieuwe komt uit op 19 augustus. Een van de beste games. Een van de beste F1 games. Misschien wel de beste F1 game. In de laatste 6, 7 jaar. Ik kan niet wachten. En ik hoop jullie ook. En het goede nieuws ga ik dadelijk bekendmaken. Dus klik de video niet weg. Maar ja, laten we deze race maar gaan uitrijden. Het gat naar Räikkönen is 6,4. Te makkelijk voor mezelf gemaakt, zoals ik al heel vaak zei. En dat ga ik absoluut niet meer doen. Misschien wel de laatste race, trouwens, besef. De laatste race van mij misschien wel ooit. Dat ik met braking assist aanrij. Dus dat is ook wel eventjes iets bijzonders. Dat dit de laatste race gaat zijn dat ik met braking assist aan ga rijden. Ik ben gewoon van plan om zonder braking assist, minimaal zonder braking assist te rijden. En ik ben ook hard aan het oefenen om helemaal geen assisten aan te rijden. Maar daar ben ik nog niet klaar voor om daar een career mode mee te starten. Dus daar moet ik nog eventjes voor oefenen. Maar dit begint makkelijk te worden. Hier weer 7,8. Per rondje gewoon een seconde. En dat is gewoon jammer. Dat is gewoon jammer, maar ja, het is nou eenmaal zo. Nog 2 rondjes in deze race. En dan is het gedaan. Terwijl het hier wel helemaal donker gaat zijn dadelijk. 8,3. Meer dan een halve seconde in 1 sector gewonnen. Ik bedoel van, het is niet realistisch. Klaar. En ja. Dus ik heb eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Ik zie jullie wel in de laatste ronde. Die zo meteen ingaat. En die laatste raceronde is zojuist ingegaan. 9,5 is inmiddels het gat. Deze ronde volgens mij binnen 2 seconden gewonnen op Räikkönen. Maar ook een goed nieuws is dat het een Ferrari 1-2 wordt. De 3e keer dit seizoen dat het gaat gebeuren. Het kwam eerder voor in België. Nu in Abu Dhabi. En de laatste keer, de 3e keer weet ik niet meer precies. En dan is de laatste raceronde, de laatste ronde van dit kampioenschap. Terwijl, ik zei het jullie, donker is. Het is donker hier in Abu Dhabi. En ik blijf voor de rest van dit rondje aan boord. Ik ga niet meer in dit rondje knippen. Om jullie de laatste bochten van dit kampioenschap nog even mee te laten maken. Hier gaan we door sector 3 heen. De laatste sector. En dan zit het erop. En dan heb ik enorm genoten voor een lange tijd. Ik hoop jullie ook. Ik vond het leuk om dit avontuur met jullie aan te gaan. En ik ga gewoon
Cleveland vrolijk verder op F1 2016. Dus ik ben nog lang niet klaar. En nu, de laatste twee bochten. We gaan er gewoon heel erg rustig overheen. Rustig, nice and easy. We komen de laatste bocht heen. Check het flag hangt. We gaan lekker hier. En we komen over de lijn. We botsen, maar het maakt niet uit, want we zijn al gefinished. We komen als eerste over de finish. En dat was de F1 2015 Carrière Mode met Sebastian Vettel. Het zal niet de laatste video worden van F1 2015, want ik moet ook nog de Supercup afmaken. Daar zitten we in ronde 6 van de 10. Maar hier gaan we de champagne spuiten. Sebastian Vettel, who's brought home the race win today. He mastered the conditions and produced a dominant drive to take the win. What a weekend it's been, and one that's been thoroughly enjoyable. That's it for today's Grand Prix, and from Ant and I, it's goodbye, and see you again next time. Nou, dat was het, jongens. Dat was het. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Dit is de einduitslag van de race. Zijn er dan nog tegenvallers? Max Verstappen 14e geworden, helaas. Ik scroll er nog even doorheen. Zet op pauze als je nog iets wil bekijken. En dan gaan we door. Want we hebben namelijk nog het kampioenschap. Dit is het eindkampioenschap. En we hebben een trofee gewonnen. Dat is een lange tijd geleden. Constructeur time. Ik weet niet of jullie het ook zien. Denk het niet. Of wel, ik weet niet. Maar ik heb een trofee gewonnen. Dat is echt al serieus misschien een half jaar geleden of zo. Maar dit is het eindkampioenschap. Dit is wat we hebben neergezet. Wij hebben maar liefst 413 punten. 85 punten voorsprong op Lewis Hamilton. Heer en meester. All the time. En zet weer op pauze als je iets wil bekijken. Maar belangrijker nog. Dan hebben we ook nog het constructeurskampioenschap. Die hebben we ook gewonnen als het goed is. Ja, kijk eens. Met 9 punten verschil. Wij hebben 636 punten in het constructeur. En ik denk dat we hierbij het gaan afsluiten. Dit was de F1 2015 Carrière Mode met Sebastian Vettel. Het zit erop. F1 2016 komt 19 augustus uit voor de nieuwe kijkers. En dat wordt ook superleuk. En nu het goede nieuws wat ik jullie heb beloofd. Ja, want hier komt het. Ik heb een aantal linkjes ga ik achterlaten in de beschrijving. Dat zijn de eerste linkjes die in mijn beschrijving gaan staan. Van F1 2016 gameplay. Het is al op YouTube uit. Sommige geluksvogels hebben het al. Die konden het eerder spelen. Dat zijn F1 YouTubers. En ik laat een stuk of 5. Ik kan het nu nog niet zeggen. Maar ik denk 5-6 linkjes achter in de beschrijving van de eerste van F1 2016 gameplay. Want er is namelijk een gloednieuwe career mode. Met oneindig veel dingen die erin zitten. Dus de career mode is nieuw. Ik laat alle onboard beelden zien van alle nieuwe auto's in het spel. En de camera's, dus de nieuwe auto's laat ik zien van de onboard beelden. En nog een random race, time trial. Ik laat zowat alles zien wat je in het spel kan doen, laat ik linkjes van achter. Dus check de beschrijving en dan ongeveer voorin. En dan was dit het voor de F1 2015 Career Mode. Ik ga morgen op vakantie, dus ik kan 2 weken niet uploaden, helaas. Maar na de vakantie ben ik uiteraard weer terug op YouTube. Dus morgen op vakantie, daar heb ik ontzettend veel zin in. Even ertussenuit, eventjes op adem komen en dan weer met een frisse, schone lei aan F1 2016 beginnen. En natuurlijk nog de Supercup. Een lang verhaal, maar het eindigt hier. Bedankt voor het kijken. Druk op het blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter als je nog vragen hebt over F1 2016. Als je het niet snapt wat er uitgelegd is in de video's. Het is Engels. Dus laat maar gewoon comments achter als je vragen hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei! Oh, ik heb serieus net de video uitgeklikt. En we zien dit ineens.
Congratulations, well done. You have complete championship season as Sebastian Vettel on Legend Difficulty. De moeilijkste, hoe heet het? Moeilijkste niveau. Why not try again? Nou, ik heb nieuws voor je, Codemasters. Ik ga dat never doen. Ik ben er niet meer mee bezig. With a different team, difficult settings or prepare to better your performance. Ze bieden me dus nog een seizoen aan. Nou, dankjewel, Codemasters. Dat hoef ik niet. Nog een Drivers Championship. Previous best. Non-objective past. Teammate Racing. Ja, van de 18 races. Van de 19 races. Zijn we 18 races voor hem beland en 1 achter ons. En in de qualifying van de 19, 17 keer we slagen en 2 keer niet. Dan het Constructeur Championship met Ferrari natuurlijk. 413 punten, 64% of totaal points. En de punten van mijn teamgenoot Kimi Räikkönen, 223. Dus dit is een beetje een review aan het eind van het seizoen. En dan druk ik op Advanced Time. En wat gaat er dan gebeuren? Oh, niks bijzonders. En we zitten in het laadscherm. Maar waar komen we dan? Komen we nog iets tegen? Nee, dit was het. We zitten weer in het hoofdscherm, jongens. Nu echt bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!